we blijven natuurlijk zenuwen zo als je zo aan de film begint. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel zo is, denk ik. Ik was totaal niet nerveus eigenlijk. Ik heb heel rustig en heel doordacht aan dat script gewerkt en hoe dat ik dat zou vertellen. En bij de opname was dat zodanig goed voorbereid dat ik tijdens de opname, dat was echt een hele plezante shoot. Dus ga je echt een telefoontje krijgen? Oké. En dan heb je de gevleugelde woorden. Hallo, mijn Karel. Lodewijk, hoor een belding. Wat? Wanneer? Oké. Gaat dat lukken? Een paar keer... Even repeteren nog, hè. In uw eigen. Moet ik mailen? Dat is goed. We hebben hem vooral zijn ding laten doen, want ik vind dat belangrijk. Maar ik had alle vertrouwen in hem dat hij dat wel perfect ging doen. Oké, dan. Vertrekken. Ja. Succes, hè. Dit was inderdaad mijn eerste grote dragende rol voor een langspeelfilm. En dat is best spannend. Maar dat vond ik super fijn om te doen. Als de verbinding redelijk efficiënt is, probeer ik meestal met een trein naar de set te komen. Ja. Ik vind dat, zoals je merkt, super rustig. Er zit hier bijna niemand. Je kunt gewoon rustig chillen, een beetje eten, je teksten nalezen. Ze biedt voor mijn ogen toedoen. En je komt gewoon ontzettend ontspannen aan. Ja, echt fantastisch. Ik heb heel veel zin in een draaidag van vandaag. Het is met heel veel volk. Als alle acteurs daar zijn, is dat nog eens zo'n... Een extra vibe die erbij zit. De eerste draaidag was een spannend gebeuren voor mij eigenlijk. Ik zat daar dan aan tafel ineens met Gilda de Bal en Bob de Moor en Nathalie Meskes en Wouter Hendricks en Steven Geerts. En dat was allemaal zo van, oh, die mensen weten wat ze doen hier. Die snappen het. En waar, wie ben ik? Zo dat gevoel. Alles wordt een beetje op scherp gesteld daardoor. Dus ik denk ja, dat het iets heel typisch is voor heel veel families. En wat het zo schoon maakt bij deze familie, is dat het echt tot uiting komt. Want dat hoort ook wel dikwijls bij families, dat dat juist niet, dat dat in die pot blijft morsudderen. En daar niet, en dat maakt het allemaal zo schoon.